What's good, KelFam? Ik ben hier met Senna! Voordat wij de video gaan beginnen, wil ik jullie nog even iets heel leuks, iets belangrijks, iets legendarisch vertellen. Namelijk, dit is mijn Van Niks Naar Kliks boek. Deze ken jij ook toch? Ja. Heb je hem gelezen? Ja. Nee, helemaal niet. Jawel. Ja, Senna heeft het ook gelezen. Kijk, mijn boek Van Niks Naar Kliks is al een hele lange tijd uit, maar ik heb hem alleen nog maar in fysieke vorm uitgebracht. Maar er is iets bijzonders. Er is een belangrijk moment in de historie van het Van Niks Naar Kliks verleden. Namelijk, hij is verkrijgbaar als e-book. Je kan de Vakantie Beep app gratis downloaden en daar kun je gratis en voor niks Van Niks Naar Kliks lezen. Cool! Ja toch? Ja! En het leuke aan de Vakantie Beep app is dat je hem op je telefoon of op je smartphone of op je tablet kan je hem gewoon meenemen als je op vakantie gaat of in de bus of in de auto onderweg naar Oostenrijk of naar de camping of weet ik veel waar je hem mee naartoe wil nemen. Geweldig! Ik vind het bijzonder dat nu Van Niks Naar Kliks gratis voor jou beschikbaar is op het digitale maniertje, zodat jij ook lekker kan lezen. Want het is belangrijk dat ook mensen zoals ik en zoals jij een klein beetje blijven lezen. Precies. Vooral in Van Niks Naar Kliks, want poh, wat is het een fantastisch boek. Dat is toch zo? Ja. We gaan door met de video. Stel jezelf even voor, go! Ik ben Senna, ik ben 12 jaar. Dat was het. Toen ik 12 was, toen was ik net zo oud als jij. Comedy! Of niet? Ja, leuk. Senna maakt hele leuke vlogs en andere soort video's, dus wil je dat nou checken? Ga dan even naar het kanaal. Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Hey, 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 hey. Ik zeg je, kijk en niet kopen. We gaan vandaag wat leuks doen, namelijk ik vind het leuk om eens in de zoveel tijd gewoon een gemoedelijke, vrolijke, vrije video te maken waarin we wat leuks gaan doen en niet al te serieus, niet te moeilijk, niet te groot, niet te lastig, maar gewoon back to basic, glach hier rullen. Ja, we gaan gewoon weer een deel 2 maken van een video die wij hebben gemaakt. Eigenlijk een beetje ons leven. Is dat gewoon... is? Welke is dat? Ja, welke denk je? Oh, ik weet het al! Zeg het maar. Die, of niet, eigenlijk. Nee, dat denk ik niet. Ik dacht misschien dat raden hoe duur het is of zo, toch? Iets of zo. Is het goed? Ja! Ga er even goed klaar voor zitten. Wij krijgen elk iets te zien. Dan moeten wij raden hoeveel wij denken dat het is. En degene die er het dichtst bij zit, krijgt een punt. Wie na de hele spelletje de meeste punten heeft, wint deze aflevering. Is dat duidelijk? Zeker! Oké, okay, let's go! De biologische rode paprika. Oh, mag ik? Ik ga niks zeggen, want dan weet jij natuurlijk weer. Oké, okay, dan moeten we tegelijkertijd iets zeggen. 1 biologische rode paprika, ben je klaar om een antwoord te geven? Mm-hmm. In 3, 2, 1. 1,20 euro. Zo specifiek ben je. Ja, oké, we gaan kijken. 1,9. Wee, joh! Wow! Maar bijna 2 euro voor een paprika. Oké, ik heb een punt! Lekker! Lekker gedaan, Kelvin. Dankjewel. Bedankt voor het compliment, geen probleem. De auto van Enzo Knol. Wat voor auto heeft die? Staat wel op de foto. Ja, Knol Power Auto. Ik ga jou niet helpen. Is het heel duur? Het is volgens mij onder het merk van deze is het de duurste die is. Het, oké, één ding. Is het onder de 100.000? Dat sowieso wel, hè? Dat ga ik niet zeggen, broer. Zus, waarom zou ik jou helpen? Oké. Ja? Oké. Een soort van dingen, ja. Heb je wat? Het is wel duur, hoor. Ja, het is echt een dure auto. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. 70.000. Dat is niet normaal. Kun je naar huis verkopen? Ik had 70.000. Ik dacht 160. 239, doezel. Hey, joh. Maar dat is niet normaal. Ik vind het niet normaal. Kwart milli voor die waggie. Hij kan het wel goed, dus... Hij kan het niet goed, maar ik zat wel het dichtstbij. Ja. Daily Paper trui. Dat weet ik. Ik weet het echt precies. Ik heb geen idee wat dit is. Nou, ik weet het wel. Oh, oké, ga een gokje wagen. Klaar voor? Ja, 3, 2, 1. 75 euro. 90 euro? Mm-hmm. Hey, joh! Nee, precies! Dat telt voor 2, of niet? Nee, ja, nou, jawel, toch? Telt voor 2. Oké, telt voor 2. Hier, Sven heeft even de regels geband naar zichzelf, maar oké. Okay. 15 minuten optreden van rapper Shores en een meet and greet van 15 minuten. Yeah!
Okay. Maar ik weet niet hoe nu normaal... Lil Kleine is 15.000 euro voor een uur of half uur in, op een zaterdag. Ik ga morgen wat zeggen. 3, 2, 1. 2500 euro. Ik denk 2500 euro, denk ik. Jij denkt 6.000 euro voor rapper Sean. Ja, weet ik het. 895. Ik zou dit gewoon over hebben voor als grap op jouw verjaardag. Volgend jaar, pas maar op. Rapper Sean komt op. Ik heb een puntje. Toegeëigend. Ik heb 3 punten, Senna heeft er 2. Een Vitra Sunflower klok. Is het echt goud? Dat weet je nooit. Verwacht je nu een antwoord van de camera? Ja. Nee, ik heb geen idee wat het is. Ik heb dit nog nooit van mijn leven gezien. Ik heb geen idee. Diegene die het bedacht heeft, ik denk dat dit echt zo'n hele dure is. Ja, dat lijkt me ook. Dit is echt een wilde gok. Maar dit is echt weer... Maak je zin af, broer. Zus, ik weet het, denk ik. Ja, maar ik ga echt, oké. 2. 2 euro. Ja, dit is echt. Ja, ik denk 2 euro. Ik weet niet, ik denk dat het zo'n cheap ass ding is. Dat de redactie dacht, ah, oh, we gaan iets doen. Denk dat het duur is, maar het is niet duur. Maar hij is... Kratje Heineken, pils. Ja, zeker. Ja, dat weet jij wel. Inclusief statiegeld. Oeh, lekker, 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 lekker. Ik heb geen idee hoe het werkt met boodschappen, maar pils kan ik me wel enigszins iets meer voorstellen. Oké, ik weet het. 3, 2, 1, 12 16 euro. Euro. Fuck, ik weet het niet eens, man. 16,79. Pa, 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 pa. Ik had het bijna helemaal goed, maar niet helemaal. Dat betekent... Dat het 4-3 staat. Ja. Overnachting in het Waldorf Astoria Hotel in Amsterdam. Junior Suite. Hier heb ik laatst met Nina geslapen. Ik denk het te weten. Ik weet dit toch niet. Gok en wagen. Oké. 3, 2, 1. 400 euro. Ik denk 400 euro. Sheet. Maar ik heb het goed. Hallo, ik ben Zinna en ik weet hoeveel overnatting in een hotel is. Dus ik kan alleen maar op de camping slaan. Ja, dat goed. Het staat 4-4. God, wat een spanning. Wat is dit? Waarschijnlijk is dit weer of heel goedkoop of heel duur. Maar ik denk heel duur. Dat denk ik ook. Oké, zullen we gewoon nu iets zeggen? 3, 2, 1. 1500 euro. 1500, 2000. 12. Maar wat is het ook? Het is een tas zonder bodem. Het is in de buurt. 1500. 5-4. Coco Pop. Dit drink ik, eet ik elke ochtend. Ik heb ook van dat echt cool. Van die unicorn dingetjes. Echt zo leuk. En ik heb van die chocolade dingetjes soms. En ik heb ook van die ronde, van die bijen dingetjes. Van Maria, daar kan ik echt leuk. Maar hoe duur is het? Weet je dat ook? Ik zou het niet weten, maar ik ga een gokje wagen. Ik ga ook een gokje wagen. Oké. Okay. 3, 2, 1. 2 euro. Euro. Zullen we het zien. Wie staat er vanuit? Wat had jij? Ik sta 3 euro. Nee! Ai. Het staat 6-4. Retourvlucht naar Bali. Augustus, KLM. Ja, maar dit weet ik toch ook weer niet. Ja, voor de 12-jarige reis jij ook veel. Dus jij zou het een klein beetje moeten weten. Ik weet echt niet hoe duur een vlucht is. 1500 euro. Nou, we zitten wel bij elkaar in de buurt. Dus ik denk 1500, jij denkt 1200. Het is... Ben jij aan het vals spelen of zo? Nee, het is 6-6. Nee, jawel, ik heb 2 punten. Ja, maar het stond 6-4 net. Echt? Oh. Ja. 6-6. De Montblanc balpen. Of hij is weer heel duur, of hij is 1 euro. Ja, en ik denk het te weten. 3, 2, 1. 800 euro. Yo, what up, bitches. Oké, het staat 7-6 voor je boy Calvin. Zullen we nu? Van Hanwee. Oké. En wat voor merk is dit? La Fuegle Paramour. Klaar? Heb je wat bedacht? Ja. 3, 2, 1. 1000 euro. Sommige mensen zullen zich afvragen, waarom zeg je dus zulke hoge bedragen? Nou ja, Hanwee is zo'n guy die veel te veel geld besteedt aan een bril. Mocht het deze bril nou 2 euro blijken te zijn, dan neem ik al mijn vooroordelen weer terug. Ja. 351. Bam, bam, bam. Oh nee. Ik had het goed. Shit. Yes. Nee. Het is 8-6, maar jij hebt waarschijnlijk de volgende weer precies goed, dus dan kom je gewoon weer gelijk te staan. Supreme Money Gun. Ja, dit kan weer heel duur zijn en dit kan weer heel goedkoop zijn. Dat is zo'n apparaatje waar je geld kan schieten, zo op strippers. Zo. Drie, twee, één. 2000 euro.
Hier, bam! Kut! Wat een mongooltje. Ik dacht echt dat dit zo'n heel duur ding was. Nee! Lekker, hoeveel staat het eigenlijk? 8-7 of zo? Het staat 8-1. Oké, 8-7. Elektrisch skateboard. Ik weet niet. 3, 2, 1. 600 euro. 600 euro. Jij zegt 400 euro. Oh, yes. Oh shit! Yes! Yeah. Yeah. 1 euro! No! Ze had gelijk, 8-8. MAC concealer. Ah oh, nee. Dat weet ik ook. 3, 2, 1. 12 euro. Ik denk 12. Bam, bam! Yeah. Fuck! Hutsniffel! Lekker! Als ik de volgende goed heb, dan precies goed, dan win ik. Maar nee, dan staat het gelijk. Nee, want als ik hem precies goed heb, heb ik 2 punten en dan win ik. Oh ja. Een McFlurry. Een McFlurry. Ik weet volgens mij hoe duur dit is. Een McFlurry, dat kopen we altijd. Ja, jullie gaan het niet voorzeggen. Hè? Vorige keer zeiden jullie helemaal voor hiernaast, maar dat gaat mooi niet gebeuren nu. Oké, ik denk dat ik het weet. Ja? 3, 2, 1. 2,39. 3,30. Ik denk 2,39, Senna denkt 3,30. Oh, ik vind het heel spannend. Ik vind dit ook spannend. Dit is zo spannend. Dit is niet normaal spannend. Ja! Ga ik het even uitrekenen. Jij zegt 3,30, ik zeg 2,40. 2,85 is de magische grens. Onder 2,85 euro win ik. Boven 2,85 euro win jij. Ik vind het echt heel spannend. Ik vind het ook heel spannend. En daarom ga ik even van de mogelijkheid gebruik maken om jou te vertellen dat je moet abonneren. Want dat zou ik waarderen. Ja hoor. Oké. Okay. En ook op Senna abonneren trouwens. Volg ons even allebei op Instagram. Dan komt nu het moment. No way. Jij hebt het goed. Of niet? Ik zit er dichterbij. Dus het staat gelijk. Nee. Het staat gelijk. Wij gaan ooit wordt deze strijd voortgezet. Ja. Senna Bellot. Ja. Ooit zal ik je grijpen en dan zal ik... Nee, dat is ook... Ik zou je nooit fysiek pijn doen, maar wel in een YouTube challenge. Ja. Bedankt ik jou ook. Bedankt dat je mee wilde doen. Oh, ik raakte hem. Ja, doei.